En dan zoek ik als laatste het bestekladder in doen. Nou check, brek ik dit er net al? Ze gaan we weer op en ei. Van de zoveelste keer mijn trampoline Rone er helemaal los wordt. Ja, er zit nog een mandje met wask. Even opvouwen. Zit je me eerst? Ja, ik ga je eerst even chillen wat wij de laatste weken in ons vakantie nog dingen hebben. Want dat is toch wel heel mooi. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Wij binnen inmiddels alweer een aantal dagen thuis. De laatste weken heb ik net vlogd. Ik liet je maar eens wel even wat foto's en beelden zien, want we hadden het nog wel echt heel prachtig mooi hoor. Maar ik ben ook druk dwaan met de wask en de camperskinnen oproemje. Nou, het laatste waskje heb ik draaid. De camper wie ik extra goed als kleer mijn skin van binnen maak en Jelke van boeten. En dan zoek ik als laatste het bestekladder in dwaan. Nou check, brek ik dit er net al? Nou kwamen Jelle en Jan hier uit het dorp, die zei, ach ik ga nog wel wat lezen, dus die hier dit nog lezen. Nou ja, fatiedelijk, ik ken dat wel en dan maak maar even samen weer bestellen. Gaan we alles heel hard thuis krijgen en dan krijg je dit. Maar als dit de grootste ramp is, dan teken ik de vaart. Nou, voor de rest ik even naar wasmiddel, want het wie van is mem, dat had ik opmaken op vakantie. En nog wat schoentjes, die lijn hierin, dat is altijd wel handig. En dan denk ik dat het eigenlijk wel clear is. Dus dit is het laatste, het besteklaadje nog even. En dan doe ik de camper op slot. En dan sluiten we dat letterlijk en figuurlijk. En dan zal ik aan thuis nog even, ik haal was ik wel draait inderdaad. Maar het mag nog alleen wel opvouwen, dus ik zit nog even aan het opvouwen. En ik wil je natuurlijk nog even wat leuke foto's en beelden zetten. Dus dat voor you it op de planning. Ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bye bye. Ja, met alles weer een plantje krijgen. Hè? Dat is altijd lastig. Maar wel heel leuk dat Jelle en Jannie dit even bracht. Dat vind ik wel echt super leuk. Passen die mensen er wel in. En jongens, dat mooi is wat. En dan met dit er maar wat in lezen, denk ik. Was het sowieso net in. En dan kan die naar Rico. Nou, dit is even niet klaar. Ja, sure. Nou, die kan ik nog mooi naast lezen. Maar met even sure. Krijgt echt. Zo, nou dat is eigenlijk het laatste wat mast. Ik ga weer hun beide god uit wasken erop lijn. Mijn zetjes helemaal skim. Dus ik zeg adieu, adieu, ontje camper. Ont een oren keer. Bedankt voor de super, super geweldig mooie vakantie. Wie echt te gek. Nou, zat mijn schink in en Jelke had me van boeten weer helemaal mooi skim. En hij stiet weer te plak. Dus ja, dan mag ik toch echt wasjes opvouwen. Joepie, de koppie. Hilde leidt even een bedje trouwens. Dan tegen wij ready. En Saken die is nou naar Ivan tot de bedje. En die zoekt van de midden maar Roel of Jan. Je bedje. Nou, ik snap het wel. Je had al zijn kameraad zitten. Heel schof net zoen. Dus lekker bedje letten. Kan ik mooi wat ompielen. Dus ik zal nog krijgen aan de slaapman voordat Hilde bij wekker wordt. Dit eerst voor het wask opvouwen. En ik liet hem zo nog even wat zien, echt weer. En Jiske is natuurlijk weer blij om u te zien en wie ik heel blij om die weer te zien. Goed, niet alles bordje. Waar is die bal? Waar is die bal? Las, las, las. Dan zag ik hem net gooien, Jiske. Las. Nou, dan net. Dan net. Las. Las, zitten. Haha, daar heb ik hem. Nou ja, en de hondjes weer een heel leerwest. Maar ze gaan wel weer op en ei. Van de zoveelste keer mijn trampoline Rone er helemaal los geworden. Dus ik denk dat we maar even zonder trampoline Rone maken. Want dat liet het wel heel zuterig zijn natuurlijk. Maar ja, dat had ze toch even opretten, Gerre. Jiske en Fetje. Oefkes, oefkes. Doe maar een lekker watje, jongen. Wat we doen? Wat we doen? Wat ze? Ja, idoes. Nou, en het is dan na 2 hele weken ik wil echt weer heel lekker om thuis te wijzen. Ik hier de laatste weken echt, ik wil zoiets van, nou, ik wil weer naar huis. Dus dat is echt een goed teken. Alleen nog, als je dan thuis komt, na 3 hele weken, ga je wel heel wat opruimen. Ik ga echt wel 3 of 4 dagen oproemen en skier maken en nou, al dat soort dingen. En dat hindert niks. Maar er komt altijd heel wat achterwaai. Dus ja, ik ben echt blij dat dat aan kleren is. En dan gaan we nog 1 weekje echt thuis. En dan begint het squallenleven weer. En dat is echt wel goed. Dan hebben we wat routine erin. Maar wat hebben we genoten, jongens. Echt prachtig mooi. Ja, je stiert nog een mandje met wask. Even opvouwen. Zit je hem eerst? Ja, ik ga je hem eerst even chillen. Waar wij de laatste weken in ons vakantie nog dingen hebben. Want dat
Wie toch wel heel mooi. We hadden wat off-grid west. He. Echt, zeg maar, gewoon bij een marke zonder stroom en alles. We hadden wel zonnepanelen, dus dat koe heel mooi. Maar dan leek je hem even zien hoe dat wie. De laatste weken, waar we toen al je beduin nog naar vader, we naar het mooie Friesland kwam binnen. Nou, de laatste dag dat wij vlogt haar weer in High Chaparral, Jelke, hè? Ja. Ja, High Chaparral. Dat wie dat cowboy dwarf. Dus dat wie echt te gek. Maar we hier een zoveel drukke dingen achter corona. Dus wie ben daarna inderdaad, zat ze dat nemen, off-grid gingen. En nou, wil je hem toch even schilderen hoe mooi had het hebben. Wie ben toen voort en direct naar een plakje erin, bij een mar. En er wie won oud, maar meestal met die video jongens ik voort. Dus we hadden echt heel alleen nog bij een mar stingen. En hier just dat we er omrieden komen. Dan is het een mooie steiger, dus daar konden we mooi heen erin en het wetter daar. Hier heb ik nog een film. Ik is de hele mar mooi zien. Weer een beetje Senegal, een beetje onder, dus dan ergert het al je nog idyllischer. Weer er echt heel mooi rustig, ja, dat is helemaal niks en geen lawaai. Als je staat dus camper, dat is helemaal mooi alleen nog steen. Tada! Dus dat weer wel echt een hele mooie afwisseling even naar al die drukke dagen. En ja, daar hebben we met de bandjes heerlijk kuieren, zaken het lekker in het wetter om ouwe hoort. En hier heb ik nog even een wandelingje in. Een mooi iets paadje door de bos kan heen. En ja, ik al riest een oor of twee oren elke keer in de natuur daar weer helemaal oors. Dus dat vind ik wel echt heel geinig om te zien. Op sommige plakken is het heeg en op andere plakken is het wel weer vlak. En ja, dat is wel mooi. Die dag erop ben ik een lit stukje verder in. En we zijn eigenlijk op ziek naar je wetter van. Dat leek dus zo mooi. En we hier een plakje voelen en eerst dachten we van, nou, wij jaren het wel, maar wij sjuggen het net. Nou, je sjust de bandje al de hinnekeuring. En zat ik zei van, nou, je denkt nog gewoon van, er zijn wat weilandjes en wat bjemkes. Je kent toch net een wetterval wezen, maar hij weet er wel degelijk. Een heerlijk rutte. Maar daar ben ik echt wel onder de indruk. En dat maakt eigenlijk een allermachtigst kabaal. Heel de hoeder hield het maar heen, maar we zijn dat maar net. Dat is een beetje te gevaarlijk. Dat is echt prachtig mooi. Nou, je kunt nog een keer zien. Dat stuit er gewoon naar beneden. Maar wat een mooie natuur daar in Zweden. Het is echt prachtig. Nou, nog even met de bandjes op een foto natuurlijk. En daarna, nou, hebben we een aantal dagen dus echt off-grid west. En tussen zijn zaken, ik wil toch wel heel graag nog naar een camping daar. Nou, dat snappen wij ook wel. Dat is van die jongen natuurlijk prachtig mooi. Met vriendjes, maatje, dat doet hij heel makkelijk. Dus hebben we een camping in de buurt opzocht, maar een zwembad erbij. Sastien we daar wat, hebben we de vattent er mooi van wat. Het was toen echt gloeiende warm. Maar begin hield hij het wel, nou, wel wat rein. En wel warm, 20, 24 graden. Maar ja, hield het wel wat mis in buiken. Ze traaien gewoon, traaien uit, sok waar wat. Maar nu werd het echt gloeiend heet. Dus het kwam helemaal uit dat we dicht bij een zwembad waren. Nou, je schust het wel, de bench lekker in. Je moet blijven beulig zijn ze dan. Lekker draven. Ja, ja, ja. En ik hoorde er een wasje draaien. Dus we gaan natuurlijk ook even een wasje draaien. Dat we wel nodig in de trein, hele, of drie weken toen ongeveer. En inderdaad, lekker in het zwembad. De Ben had de hele dag in het zwembad best. En eerder sprong erin, dat maakt het haal je niks uit. En we konden er lekker onze zitkant bij lezen. Dus dat was wel heel mooi. Zaken hier nog al je freuntjes maken. Sowieso in je famke, Noah, dat boord er heel tijd mee. Maar ik een heel groep kan ik in zijn jongens over de camping fietsen. En dat was echt heel gezellig. Dit was wat minder leuk. Zaken die we de stutsen trom wesp. Er waren echt super volle wesp. Dus dat was wel echt heel vervelend, heel irritant. Dus Jelke en Ildo. Ik ga even een onderhandje, denk ik. En Ildo, we hebben een liefst mini-boordje mee. Nou, de laagste stik, want ze proberen heel tijd om te gaan. Dat lukte haar ook. Dan moest ik haar er weer inzetten. Of Jelke. En dan krijgt ze lang heen en weer tot ze er weer uit voelen. Dus wel prachtig mooi. En de Barbies moest natuurlijk even in bad. Ildo die is helemaal gek van Barbies sinds de vakantie. Dus wat is heel tijd mee. Zo ziet het er mooi wat is dat wie eigenlijk ook wel heel relaxed. Zaken vermaken mooi en Ildo koe haar heel mooi vermaatje bij de vathand. En wij konden lekker zitten. Hebben we nog even ons midget golven west. Ik vind zaken zo leuk en stiekem bij zelf ook wel. Maar we zijn even Ildo even. En hier gaat samen gaan nog van die boerderij hebben wat omstrunen. En we zien Ildo ook krijgt even een peertel uit het zicht. En let op. Komt er, oh hier ben ik nog druk rond. Golven. Tja, wie is het druk om het? Hier zijn al die stientjes hier eruit halen. En hier moest het van mij weer omzetten. Dus de stientjes weer om en het pijltje waarin hier eruit scoort. Just even te water helemaal net. Maar ze hadden weer netjes opgenomen. En op die camping hebben we drie nachtjes west, denk ik.
trein. Dus die ben vinden hun helemaal thuis. En toen hebben we verder in gingen, hebben we echt naar onderen zakken richting Denemarken. Toen kwamen we bij, dat zie ik toevallig op internet zien, dat Josephine Lust heel mooi wijzen moest. En daar ben we heen gingen. En dat vond ik denk ik toch wel een van de allermooiste dingetjes waar we wijzen. Dus mama zei, hier keur ik mij heel die kant op. Ja, ik heb een zaken, bij een trapkadeel. En Maatje, maar zo zien, dit weer echt, ja, kist het hartstikke op de foto nooit zo goed zien hoe Jip altijd weer. Maar we moesten echt mijn heel stijl trapken. En er zit dan een touwtje aan de zijkant. Nou ja, Jelke en ik moesten Ildo heel te tillen, want die kon dat net zelf beginnen. Dus het weer best wel een dingetje, maar we hadden het in. Mama zei, Shin, hier ga ik een filmpje maken. Misschien is het dan beter de Jip te zien. Want het weer echt gigantisch Jip en het weer zo schitterend mooi. Nou, en als al die trainen, want het weer nogal wat. Wie is de plastic? Ik wilde echt wel stikken, maar ik zei ze, ja, Ildo weegt er ook in. Nou ja, dan was hij goed, zelf ook goed vast, dan was ik in balans blauwen. Dus dat weer wel pittelingen hoor. Nou, hier winnen we beneden. Zaken worden op foto natuurlijk. En toen had ik met Ildo hier bij het wetter heel schoft zitten en boord, want Jelke en Zaken worden nog wat vierter. Maar ja, we winnen het klauteren, maar Ildo wel wat zet. Dus ik ben met Ildo mooi beneden bleun. Nou, die smeert heel dit mooie stintjes in. In het wetter is ook zo wat, dus dat kwam heel mooi uit. Hey Saki. Hoi. Stopt u mijn hoorn? Ja. Dat is heel veel fantastisch zien. Fantastisch zien? Met leuk bij Eva? Ja, heel leuk. Mooi. Hoe leuk kan de rol weer aan? Ja, of het waan. Was die molenskie, maatje. Als je hier een kistje ziet, Ilde die gooide heel mooie stientjes in het wetter. En daarachter rennen Jelke en Saki, die woonden nog even weer een soort grot. En dat kost ook nog in, hè? Nou, letten we in Saki. Waarom hebben we nog ja, een soort. Een beetje een kiezelstrandje eigenlijk, hè? Mm-hmm. Dan hadden wij een heel mooi aan het bouwen west. En die hege toeren maken van al je van die mooie plannen. Ik ben heel blij, hè, die Stian? Noordzee. De Noordzee. Nee, we net de Noordzee. Nee. De Oost. Kattegat. Ja. Kattegat nemen ze dat wetter. Zaken die hem altijd alles. Moel even een keer. Oh, maar stuur ik naar het chillen de zaken. Wat is toen juist te krijgen? Nou, ik bedoel eigenlijk in die holle. Of in die holle. Juster, Ilde wil eerbeltjes. Let ik aan, want die had eerbeltjes gekregen. Maar wie nog? Die wil graag eerbeltjes zaken. En dat woorde al heel lang. Maar ja, hield hij de water eigenlijk net zo goed, hè? Mm. En nou in één, ja, je zult denken, mijn zusje gaat, dan maat ik ook. Maar je wil nog wat oorschillen wat ik kreeg, denk ik. Want het is natuurlijk het nieuwe voetbalseizoen stiet ook verder door. Manje, je mag weer trainen, hè? Ik zie niks. Je mag nog net zien. Ja. Ja, ken het? Nee, nog net? Want ik zei ze ja. Oké. Okay. Ja. Oké, dus hier kant, dat is de binnenkant, die had dit. De andere kant had dit. En deze schoen had mijn maat ook altijd om. Ja, is dit zo. Mooi wit. Vond men dat ik heel leuk? Ja, heel leuk, hè? Ja, vindt men prachtig. Maar ik moet zelf wit kiezen. Ja. Gaat mijn bos aan. Ga ik zeker zijn. Ja, mooi wit. Eigenlijk net mijn fiets. Net het handigst. Nee, maar de fietsing wil ik gewoon oefenen. Zoals me nou naaien was, dat niet idee. Zelf, eens proberen, hier is zelf. Nou, dat al mis. Nee, maar het shirt, je moet eronder trok. Ja, dat die ik. Ja, en dan was hem hier weer tussen trok pakken. Oh, zo. Ja, dat lukt mooi. Maak je het van rechts een leusje. Beetje grote keel. En dan draai je die eromheen. Die kant op? Ja. Maak zelf een keer naaien, denk ik. Dat wordt nog heel lang voor de shirt. Hé, hey, wacht, houd zo vast. Ja, zo gaan we. Die eromheen, ja. En dan dat touwtje, die, in de luske. Zullen we die zo maar hier? Deze? Ja. Oeh, maak ik er net onder terug. Zo. Ga ik nou een knoopje? Doe haast nou strik. High five. Doe gewoon heel vaak oefenen, komt helemaal goed. Ja, eerste strik. Ik ga nog een keer proberen. Hoef je niet doen, Marijn. Nou ja, dit ben dus je nee, voetbalschool mooi wiet, dus we het mooi poetsen van mij, maar ik vind ze wel heel mooi. We hebben de blauw. Oh ja, je bent een mooie toren ontbouwen, hè? Mama zei even, hele mooie toren van steen, stapels. Maar die hielden mij die toren. Ja. Doe maken ze wat die hielden. Nee, ik maak ze net, gooi van oren. Gelukkig winnen die meesten nog voort, hè? Ja. Hielden die heil alles wat uit elkaar. Toen hebben we een stukje verder rieden en dan weer een vuurtoren. Een heel liedje. Ja, weer net heel groot, hè? Hier zit zaken er nog mee. En je wist zaken aan het zwaaien en hij waar wist toen het zwaaien? Want wat zeiden we aan de orenkant van het wetter? Denemarken. Aan de orenkant van het wetter zijn en we de Denemarken. En daar hebben we Sikant en Marianne en de trailingen. Ja, we hebben onderwijs naar Denemarken, want daar hebben we nog een festival. Dreumeu festival, met alle oude en daar hebben we nog zwaaid naar Denemarken. Ja, en hier winnen we dus, winnen we nog in Zweden, maar zeggen we Denemarken lezen. En toen zei ik van mama, maar zwaaien en Sikant en Marianne. Dus dat filmpje hebben we hun gestuurd.
Je nog een in de future tour zien. En er zijn nog alleen krabjes en zeesterren hebben we nog gezien. En het was zelf bij krampen. Ja, dat komt daar nog. Komt nog. Oeh ja, en we hebben nog naar een beachclub geweest. Daar hebben we een lekker chill. Dat waren containers. Wie een containers en daar hier een soort chillhoeken van maken. Hè? Mm-hmm. Zo, ja, hier lezen ze echt, echt het chill erbij. Heel door een lekkere fanta. En oe, toen, de oren dijs gingen we toch echt naar Denemarken. En dan maak je maar eens even zien hoe de hele grote bregen weer dat, hè? Mm-hmm. Ja. Maar eens eland scheren. Ja. Wat die eland, zeg? Die hebben we nog steeds. Die zit op Ildewakker. Ja. En toen we daar aankwamen, ben we op de camping hier werd zeker aan Marianne Ekwin. Maar hun ging nog even naar een kasteel daar. Mm-hmm. Dus wij winnen er al. En je ziet hun caravan op achtergrond steen. Dus wel steen mooi tegen bij hun. Nou, en toen kwamen ze aan en Ildo had zo mooi boaten met de trailing. Met Aant, Ilse en Jente. En het en leukste moment voor Silke. Die jongen, wie? Ja. Het springkast er alleen. Dat zien we op. Haak schoen. Ze dienen het springkast niet, maar dat wordt heel lang voordat die leeg is. Mm-hmm. Wat goed, zou kaas ik nog wel een filmpje. Hier is nog een foto van alle jeugd. Zie je, dat is dan, dan rent hij leeg. Dus dan is het de beurt. Echt heel geinig weer dat, hè? Ja, dat weer leuk. Ah, de laagste stik, al die minis draagt erop. Zit die minis? Nou ja, en wie wisselen wel eens even van Ben. Dan weer een huisband bij CK aan Marianne en dan weer een hun band bij huis. Ja, dat weer echt heel gezellig. Ilde vond ik zo prachtig. Nou, het is je wel. Met de oren jeugd. Lekker boadje en dat is op een camping wel heel mooi. Hè? Die band van nu weer hun supergoed. En zaken hier door krapvang. Ze winnen eerst op deze stijger. Ja, daar winnen ze. Daar winnen ze volle, maar toen zeiden ze op de oren stijger. Daar vonden man al je krab. Daar hebben we toen heen gegaan. Ja. En toen hebben we daar heel volle vol. Ja, hier komt Marianne die, op deze stijger. Nee? Ja, wel denk ik. Orenstijger. Oh ja, je wint wel een paar naar de orenstijger daar. Ja, wie die in de orenroutine? Deze film kan er weer in ze droog. Zie ik lezen, want er wie een krab. Je hebt hier een heel volle van stukjes vier, zoals je nog leest. Heel helder. Heel helder werd er, hè? Koes gewoon aan een bodemtasje. Nee. Nou, hier nog een film kan jij ook hem te pakken van me. Tje, hier is er. Tje, tada. Wie een groot, hè? Ja, wie een best wel. Maar Silke had ook nog 12, zonder haar te men. Ja, ze moet nog even terug in. Oh, ze zijn dan maar mezelf. Nee, hier, de lidjes vonden het al hier. Ik wel beren interessant. Ja. Maar wat is je? Die oren stijgen hier een hele mini voor. Dus ze weer even ontsnapt, hè? Moesten we weer op een ei vangen. Dat weer lukt. Oh, en dit is de krabrace, jongens. Nou, we hier dus 5 krabben voor. En die hebben we dus vlak bij de stijger loslet. Okay, en dan winnen we benijd welke het winnen zo. Ze rennen ze nu weer, hè? Scheef. Ik denk dat ik hier de winnaar ga, jongens. Er is iemand in het wetter komen. Ja, dat is hier. Ja, dat is hier dan, hè. Wie hier in die blunkel zit op de wal, hè? Die heeft geen zin om naar het wetter. Oh, sick, kan ik alles liggen. Ah, nee, toch deze, denk ik. Ja, denk je er, hè. Rennen. Ja, jongens, hier is de winnaar. Ja, dat weet ik. Nou, krappie. Nou, dat weer wel heel leuk even. En zo ziet me daar mooi wat het weer wel lekker waar. Wel een beetje trui, uit de trui jongen waar, hè? Want die net koud, hè? Aant had met hulp mij de tafel klimmaatje. Dat doen we. Ja, vet schattig, hè? En let op, hier is nog rustig. En... Smoordrok. Hele tent vol. Ja, we mijn hele groep zagen, maar het cool, mooi. Voor mama, ik ben er dit wie Maas. Hier Jelke bij de bennen. Wie dit is toch? Ja, Jelke bij de bennen. Toen ben we te Germain, Sikka, Marianne, ben we terug rieden naar het Reumeu Festival. Dat is een festival met oude auto's en races. En Madjum zei, Shin, hoe vet. En dan is een campingje stien we daar. En dan heb ik een waterstuntje bij, dus dat vind ik wel mooi. Nou, Shin, heel grote camping. Ja, weer echt heel groot. En wat kreeg je toen van deze man? We kregen niet eens kaartjes. Omdat die man die plat op een rem. Die klapte en die ging op een rem. Die deed de auto. Ik denk, wat zit die man? En ik zeg eerst naar die vrouw. Ik dacht, je kent die vrouw of zo. Ja. Maar nee. Toen kreeg Saak en hielden beide een kaartje. Hè? Je wel heel leef. Nou, die is een filmpje van de race. Die kist op de kamer net zo goed zien. Dus ik haal iedereen die dat auto's dan clear wien met race. En dan kwamen ze bij huis Delriden. Dit is de Grutte. Dit
is die grutte, die bedoelt ze hè? Die ja. Echt heel, die wie in het echt, die echt mega. Echt mega grut, ja. Er zit een vliegtuigmotor in, hè? Echt? Ja. Echt heel leuk om te zien. Die net nog vliegtuigen, hè? Ja. Je ziet Ilda nog zitten. Die zie je mooi varen op het Amerika. Hoe is het mooi zien. Ja, zie je, bent die vliegtuigen. Alleen van die oude. Nee, weer net per se oude, hè? Nou, heb ik net naaien. Die reden weer langzaam. Tja, die weer langzaam. Nou, het waait ook wel behoorlijk, dus weer best wel spannend om te zien. Ik ging heel tegen wie. En de bandjes, die op het Reumeu-strand. Nou ja, die ben je dus heel tijd om het watchen in het zon. En dat eiland die eigenlijk haast alleen maar van zon. Ja, klopt. Ja. Nou, nog wat fotootjes. Wat is dat? Dit zoveel een beetje, wie wordt heel druk, hè? Smoor druk. Hoe laat winnen de mannen voor die? 4 uur de maand en het zie je toch stom vol. Ja. En waar we dit? Takel. Je hebt al je wilde film Cars en er zit takel in. Maar ze gaan hier dus zo'n auto echt als takel maken. Dat vond ik wel heel grappig, hè? Ik net in het echt zien. Heet het is, jongens. Ja, het is toch nog wie die grut aan. Nou kan je zien hoe grut die auto echt is. Echt joekel grut. En nou, de bandjes waren mooi in het busken en dan zitten wij onder de luifel, dus het kwam helemaal uit. En hij ziet er natuurlijk. En wie neemt nog? Had men ook focus van de vlieger maken? Nee, je hebt hier nog een vlieger in West, hè? Wie een vlieger kocht, en, nou, dat ging heel best. Die bleef maar in de lucht. Nee. En toen werd het tiert om naar Hoes. Camping? Nee, toen ben we wezen naar de camping West en toen werd het tiert om naar Hoes. Dus hier zul je me dat we weer naar Hoes gaan rijden. Ilda en ik nog even. Ja jongens, dus dat weer uw laatste weken van vakantie. Het weer echt super mooi. We hebben genoten. Het is ook wel lekker om weer thuis te werken. Ja, alleen ja. Het is echt wel stom. Het weer echt zo leuk. Weer wel relaxed, hè? Hoest niks, maast niks en we koen van alles. Ja. Ja. Maar ook eens bij die vriendjes wat. Ja, dat was van de mooi maar even worden. Nee, ik had twee keer maar Ivan en dit werd het. Nou, mijn rol of jou. Dit werd het twee keer mijn rol of jou. Ja, dus ik heb een mooi met je vriendjes wat. Dat is wel mooi. Mm-hmm. Ja. Nou jongens, ik zal nog even wat wasken opvouwen. En vanmorgen zit er ook nog iets heel leuks op de planning. Want morgen zal ik van de omroep, tegen mijn cameraman Sven, zal ik naar Oudemiddem. En daar zal ik de bezoekers interviewen. Dus daar heb ik wel heel veel nog in. Dus je moet nog even wat opredden en morgen weer een workday. Ik zou zeggen, voelst dit nou een leuke vlag? Abonneer je en zet een blauw doek omheen. En via net de chill app te downloaden van die tablet als telefoon. Want mijn chill vlag. Hey hoi. Hey hoi.